Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering gaan we terug een top 10 behandelen. En deze keer gaan we de top 10 dinosaurussen met een vreemd uiterlijk behandelen. Oké, I hope you're ready, because I am ready. Ja, oké dan. Of dom. Ja, oké, let's begin. 10. Hesperonychus. What the fuck? Oké, okay, de klauw van het Westen. Oké, ja. Hij ziet er nu al gewoon grappig uit. What the fuck? Wat is dit? Dat rood voor zijn gezicht. Is dat normaal? Mensen, als jij het weet, zeg het dan in de comments. Voor wat dat rood ding is. Want ik ben niet zo bekend met dino's. Oké, dan. Ja, het ziet er wel awesome uit en klein. Nog een ziek start. Oké, nummer 9. Ja, maar godverdomme kut advertenties. Nummer 9, de Deinocerus. Oké. Ik kan die naam niet uitspreken, sorry mensen. Struisvogel van het krijt of de gruwelhand. Awesome. Ja, hij heeft wel een zieke bult hier, joh. Dude. Wat heeft hij met zijn rug gedaan? Het is niet gezond, zo'n jongen. Oké, maar het is wel awesome, het is een dikke buik. Oké, naar de volgende. Nummer 8, maar yo, advertenties. Nummer 8. Giraffatitan. De reuze giraf. En ik dacht dat giraffen al groot waren. Dit is niet normaal, man. What? We hebben hier wel zo een lang nek. En dit is dan een reuze giraf. What the fuck? En ook zo'n keikleine staart. Jesus. Awesome. Oké, nummer 7. Epidexipteryx, de toonveer. Waarom allemaal zo'n moeilijke naam, man? Ja. Precies vier veren in zijn gat steken. Pijnlijk. Ja, het ziet er al redelijk gekleurd uit. Zo best awesome. En ook een kleintje die zo... Zo even hier zo'n ninja dingen zo doen. Maar oké, wel ja, het zit er ook hier net. Oké, naar nummer 6. De Therizinosaurus. Wacht, wat? Therizinosaurus. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ja. Oh, snap. Yo, die wil je niet tegenkomen hoor. Ja, dus deze mens. Ja, deze is 1 meter dan. Dan is die. Oké, hij is ongeveer 5 meter hoog. Denk ik. Dat is mijn schatting. Ja, oké, 5 of 6 meter. Ja, het heeft wel serieus wat klauwen hoor. Dus, niet om mee te lachen hoor. Nee. Oké, dan nummer 5. De Troodon Formosus tand die verwond. Wat tand die verwond? Waarom tand die verwond? Wat? Oké, dan. Ja, heeft. Ik vind deze niet een heel speciaal uiterlijk. Lijkt meer op een soort van raptor. Maar dan met veren aan zijn. Arm. En heeft ook weer al zoiets rood aan zijn gezicht. Oké, dan. Oké, en op 4 hebben we de Scansoriopteryx. De klimf. What the fuck? Zijn poten zijn niet normaal. Oh shit. Mensen. Yo. Dit is niet normaal hoor. Dude. Maar wel awesome. Oké, dit is wel cool. Maar wel een beetje eng. Oké, nummer 3. De Longischuama. De langschalige. What the fuck? Dit is gewoon... Een klein wit ding met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 veren in zijn rug. Ja, waarom, dat weet ik niet, maar ja. Ja, dit is een beetje vreemd. Ja, hier staat zelfs niet eens een dinosaurus is bol dan af met deze man.
Want ja, ze is dus een hagedisachtige met gewoon veren. Is erg, ja, fijn. Even wat veren in je rug steken. Oké, nummer 2, de tiny stropheus, de langnek. Ja, dat hadden we eigenlijk juist al gezien bij. Maar hier, deze is eigenlijk de langnek, maar deze is nog langer. Alleen heb ik nog nooit een langnek deze zien doen. Zo even zijn nek zo. Heb ik nog nooit zien doen. Nog nooit op foto, dus wel een beetje vreemd, maar oké. No problem. Ik denk ook wel dat het een van de bekendere is in deze lijstje. Ik ken gewoon de rest niet, ik ken alleen maar deze. Dus ja, het is trouwens ook dood voor de mensen die zich afvroegen. 230 miljoen jaar geleden gestorven. En ik weet dat omdat hij hierop staat, maar. Het was 6 meter hoog blijkbaar. Nou, het is nog wel klein, is het niet voor een baby? Oké, maar boeien. Oké, nou, nummer 1 is de Amphisulias fragilimus, de langste van allen. Yo! Ik dacht eerst in mijn eigen van dit is gewoon niks. En daarna zie ik ineens deze kleine autootje met dit klein mensje. Dude. Dit beest is 58 meter lang. Hey. Breed. Met alles erbij. Yo, deze is niet normaal. Oh, wacht. We hebben hier nog soorten. Ja, hij is deze. Hij is een langnek en deze klein ding nog te samen. Jesus. Oké, awesome. Vond je deze lijstje leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ja, ik check jullie later bij de volgende video. Hopelijk. Ja. Doei.